Hi, dit is Maurice van Bax Music en vandaag review ik deze ESP LTD Seafoam Groene basgitaar. Ik begin je gelijk iets te vertellen over de eigenschappen van deze basgitaar. En daarvoor beginnen we bij deze twee humbuckers die we hier zien zitten. Dat zijn namelijk twee Seymour Duncan humbuckers. En die zorgen voor een hele dikke, vette sound op deze basgitaar. Als we dan verder gaan kijken, zien we hier een beetje een aparte brug zitten. Want er zijn namelijk twee manieren mogelijk om je snaren op deze basgitaar te binden. Er is namelijk een optie om ze op de brug zelf via de bovenkant vast te binden. En er is een optie om ze eventueel onderlangs in de basgitaar te steken. Wat dus een keuze kan zijn voor verschillende speelstijlen. Als we dan verder gaan kijken, zien we hier een groot aantal knoppen onder op deze basgitaar zitten. En dan beginnen we hier helemaal links. Daar zit namelijk een volumeknop. Deze werkt net als elke normale volumeknop. Als je hem namelijk draait, gaat je gitaar harder. Maar wanneer je deze volumeknop namelijk indrukt, dan zorgt deze als het ware voor een boost. Je geluid wordt dikker, vetter en harder. En die andere knoppen die erop zitten, er zit namelijk een lage knop op, er zit een middenknop op en er zit een hoog knop op. En daarmee kun je als het ware je geluid regelen. Door middel van een actieve equalizer die erin is gedaan door ESP. Als we verder gaan kijken op deze basgitaar, dan komen we uit bij deze mooie matte S-doornhals. 21 frets met vergroomde hardware, die er natuurlijk hartstikke tof uitziet. En dan ga ik je nu laten horen hoe deze basgitaar klinkt. En dat doe ik door deze Fender Rumble basgitaarversterker. Dus, ben jij als basgitarist op zoek naar een echte eyecatcher, dan kun je kiezen voor deze groene ESP basgitaar. Wil je deze basgitaar nou zelf komen uitproberen, dan kun je naar een van onze winkels toe komen. Wil je nou meer weten over deze basgitaar, kun je even naar onder scrollen, op de link klikken en dan ga je naar de webpagina toe. Vond je deze review nou leuk? Laat hieronder een like achter, abonneer op ons kanaal en graag zie ik je volgende keer weer bij een nieuwe review.